Hallo roofmeesters. Het jerkbaitvissen, twitchbaitvissen is natuurlijk afgelopen jaar erg in opkomst gekomen. Waar moet je nou naar kijken als je op zoek gaat naar een twitchbait hengel? Nou, ik vind het zelf altijd fijn om een korte hengel te gebruiken. 2 meter, 2,10, 2,20. Dat omdat je toch, je tikt naar beneden de actie in je kunstaas. Dus het is fijn om een korte hengel te hebben. Omdat je met dreggenvis tegenover misschien een normale enkele haak is het fijn om een wat zachtere topactie te hebben. Zodat die baars goed kan schudden zonder dat je hem te makkelijk verspilt. En verder moet je hengel gewoon heel gevoelig zijn. Dat je goed de arbeid kan registreren. Ook als je lijn een klein beetje slap hangt. Ja, sinds kort gebruik ik de Toddle Precision Tengriu van Ultimate Fishing. Dit is een hengel die eigenlijk gemaakt is voor de finesse technieken, het jerkbait vissen. Het heeft een zachte top en is super gevoelig. Dus je kan korte tikken meegeven. En zelfs de minimale aanbeten, wat soms ook gebeurt met twitchbaiten, die kan je nog voelen. Nou, bij een hengel als deze hoort natuurlijk ook een bijpassende molen. Ik heb zelf een 1000 formaat hierop zitten, een 2000 of een 2500 volstaat ook prima. Dus ook iets wat bij een hengel past, dat het mooi in balans is. En toch de hele dag aan het gooien, de hele dag aan het werpen, is het fijn als het licht in de hand is. Dat je onderarm niet overbelast raakt of je pols. Dus 1000, 2500, 1000ste gevlochten lijn erop en weer klaar om te gaan. Nou, ben je nieuwsgierig geworden naar deze hengel of hengels uit dezelfde serie? Klik dan op de link in de beschrijving.